Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalzoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Maar nodig worden meerdere teksten eventueel door verschillende auteurs geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt. Gaat over consensus en is geschreven door Elvi. Inleiding. Het anarchisme is een manier van kijken naar de wereld, de medemens en onszelf die fundamenteel verschilt van alle hiërarchische ideologieën omdat binnen het anarchisme de gelijkwaardigheid van iedereen een kernwaarde is, gaat het anarchisme uit van een mensbeeld waarbij de zelfbeschikking van ieder individu centraal staat. Hierarchische ideologieën daarentegen gaan altijd uit van het inperken van die zelfbeschikking. Sommige ideologieën, zoals die van de autoritaire socialisten, doen dat door een wantrouwen, tijdelijk of permanent, in de medemens te stellen. Andere ideologieën, zoals het neoliberalisme, Bulken van mooie praten over het belang van zelfbeschikking, maar weigeren die daadwerkelijk te omarmen simpelweg omdat dat de macht van de miljardair zou inperken. Wat de redenering van die ideologie ook mogen zijn, de denkers hebben relatief weinig interesse in het zoeken naar samenwerkingsverbanden waar gelijkwaardigheid centraal staat. Er kan immers geen gelijkwaardigheid zijn wanneer de een in een hiërarchische positie boven de ander wordt gesteld. Binnen het anarchisme is er dan ook al sinds het ontstaan van de beweging. Een brede en diepgaande discussie over hoe mensen op gelijkwaardige voet kunnen samenwerken. In die discussie worden verschillende niveaus van samenwerking besproken. Een van die niveaus is de vergadering, waarbij het begrip consensus enorm belangrijk is. Wat is van belang? Samenkomen om dingen af te stemmen, vergaderen dus, zal in elke samenlevingsvorm nodig blijven. Veel mensen ervaren vergaderingen in een kapitalistische maatschappij als een last. Iets wat niet leuk is. Dingen moeten vaak snel besloten worden, en als er een meningsverschil tussen de manager en een werker is, dan voel je de autoriteit in de lucht hangen. Dat is zelden een prettig gevoel, zeker als jij het doelpunt van de naakte autoriteit bent. Ook in vergaderingen op bijvoorbeeld de sportclub of op school is er zelden tijd om adequate discussies te hebben. Het denken in efficiëntie is tot in alle lagen van de maatschappij doorgedrongen, en vergaderingen moeten maar al te vaak efficiënt zijn. Ook al wordt dat niet altijd zo benoemd. Voor ons als individuen is er maar in beperkte mate ruimte en meningsverschillen worden beslecht door middel van de dictatuur van de meerderheid, als je geluk hebt. Die meerderheid heeft over het algemeen ook alleen maar oor voor wat denktanks, lobbygroepen of bestuurders ze influisteren. Dat is geen goed startpunt voor een gelijkwaardige samenleving. Wanneer we de ogenschijnlijke efficiëntie van zijn sokkel trekken, wordt het mogelijk om vergaderingen ook in een ander licht te zien. Een vergadering is immers niet alleen een plek om beslissingen te maken. Het is ook een sociaal en cultureel verschijnsel. Als individuen brengen we onze dagelijkse ervaringen, stemmingen en wensen mee naar de vergadering en hopen daarop een vruchtbare verhandeling waar we die facetten bij elkaar brengen en tot een conclusie komen. Waar het voor een hiërarchische organisatie alleen van belang is dat die conclusie er komt, is het voor een organisatie die gelijkwaardigheid belangrijk vindt ook belangrijk dat iedereen in de vergadering gehoord wordt. De verhandeling is niet alleen vruchtbaar als er een conclusie is, maar ook als die conclusie rekening houdt met alle individuen die die conclusie moeten dragen. Op die manier bekeken is het proces en de interpersoonlijke ervaring in de vergadering dus ook belangrijk. Als een deel van de mensen bij de vergadering zichzelf niet gehoord voelen, of het zelfs niet eens eens is met de conclusie, dan kunnen we spreken van een mislukte vergadering. Een van de meest populaire manieren waarop anarchisten proberen om dit soort verschillende belangen bij elkaar te brengen, is door middel van consensus. Hoe werkt consensus? Het uitgangspunt van vergaderen op basis van consensus is dat de conclusie gedragen dient te worden door iedereen in de vergadering. Dat betekent niet dat iedereen geheel tevreden moet zijn met de conclusie, maar de conclusie mag mensen niet tegenstaan. Op basis van dat uitgangspunt zijn er verschillende methodes en rollen te bedenken om een consensusvergadering goed te laten verlopen. Iedere groep zal een consensusvergadering dan ook anders inrichten. Vergaderen is immers ook een cultureel verschijnsel. Het eerste om te begrijpen is dat, om via consensus tot een conclusie te komen, een vergadering langer kan duren. Om te zorgen dat iedereen zichzelf gehoord voelt, moeten mensen immers ook de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten en actief bij te dragen aan hun discussie. Door echter iedereen op gelijkwaardige voet mee te laten doen, kunnen er creatieve oplossingen bedacht worden. Waar een hiërarchische vergadering nooit in de buurt zou kunnen komen. Als iedereen op gelijkwaardige voet meedoet aan een vergadering, is creativiteit vaak een belangrijk onderdeel om tot conclusies te komen. De beste voorstellen komen vaak wanneer alle opties die voor de hand lijken te liggen al uitvoerig besproken en verworpen zijn. Er zijn verschillende rollen die in een consensusvergadering ingevuld kunnen worden. Een van die rollen is die van de facilitator die, het woord impliceert het al, de vergadering faciliteert. Facilitators zorgen ervoor dat mensen in volgorde aan het woord komen, vatten zo nu en dan de discussie samen en begeleiden het vergaderproces. Er kunnen in een grote vergadering ook meerdere facilitators zijn die samenwerken. Deze rol zal elke vergadering die meer dan een paar mensen omvat nodig hebben. Daarnaast kan een groep zoveel mogelijk extra rollen bedenken die er nodig zijn om een gemoedelijk proces te krijgen. Als er bijvoorbeeld een lastige discussie gevoerd gaat worden, waar de gemoederen hoog op kunnen lopen is het mogelijk om een zogenaamde vibe-watcher aan te wijzen. Die persoon probeert dan in de gaten te houden of de gemoederen inderdaad hoog oplopen en kan bijvoorbeeld de pauze afroepen of mensen emotioneel helpen. Welke rollen er zijn verschilt per groep en vergadering. Vaak worden de rollen ook gerouleerd tussen vergaderingen om zo te zorgen dat iedereen zich deze vaardigheden eigen kan maken. Het is ook een manier om onzichtbare machtsstructuren tegen te werken. Er wordt in consensusvergaderingen ook vaak gebruik gemaakt van bepaalde handsignalen om de verbale communicatie mogelijk te maken. Het gebruik van handsignalen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld dingen te communiceren zonder elkaar in de reden te vallen. Daarnaast maken handsignalen het mogelijk voor facilitators om in te schatten hoe de groep in de vergadering staat, wie er wil spreken en of er misschien een onderbreking nodig is. Als het gebouw in de brand staat, wil je immers niet hoeven wachten tot de drie mensen hun redenering hebben afgerond, dat wil je meteen kunnen melden. Vaak worden handsignalen gebruikt om aan te geven dat je wat wil zeggen, je het ergens mee eens bent, om technische punten te maken, om te vragen om uitleg en het maken van voorstellen om tot een conclusie te komen. Welke handsignalen dit zijn en welke gebruikt worden, verschilt per groep en vergadering. De te gebruiken handsignalen worden meestal aan het begin van de vergadering afgesproken. Conclusies en limitaties van consensus. Een vergadering is er om dingen af te stemmen tussen elkaar. Het doel van consensus is om conclusies te bereiken waar mensen achter kunnen staan en waarbij mensen zich gehoord voelen. Vaak lukt dit en kan aan het eind van een vruchtbare discussie een beslissing genomen worden waar tenminste niemand het mee oneens is. Het is meestal mogelijk om te zeggen dat je niet achter de conclusie staat, maar het geen probleem vindt als de anderen de conclusie wel accepteren. Dit is in principe een onwenselijke uitkomst, maar wel een acceptabele. Het kan natuurlijk ook geen verplichting zijn dat die persoon dan wel eventuele acties moet doen die uit de conclusie voortvloeien. Als dat wel zo zou zijn, dan gaat het niet meer over consensus, maar meerderheidsdictatuur. Soms blijkt het lastig om met consensus tot een beslissing te komen. Het komt bij vergaderingen op basis van consensus regelmatig voor dat er meerdere voorstellen worden verworpen, omdat er bijvoorbeeld nog mensen zijn die nog niet alles hebben gezegd of omdat er fundamentele bezwaren of meningsverschillen zijn. Een eerste paar voorstellen bij lastige punten zijn vaak momenten om de discussie samen te vatten en de gemoederen te toetsen. Wanneer een voorstel niet wordt aangenomen, zal er ook naar de bezwaren gevraagd worden om te kijken hoe er een voorstel kan worden bereikt dat beter aansluit bij de individuen in de groep. Het kan echter ook gebeuren, zeker in de huidige maatschappij, dat een conclusie noodzakelijk en zelfs tijdgebonden is. Als er bijvoorbeeld maar één autonome vrijplaats in de hele stad is. Die een belangrijke tijdgebonden beslissing moet nemen, dan is het vaak niet mogelijk voor mensen die het ergens echt niet mee eens zijn, om naar een andere autonome vrijplaats te gaan. Het kan zijn dat er echter geen enkele beslissing mogelijk is waar niemand er zwaarwegend bezwaar tegen heeft. Een groep kan in dat geval beslissingen maken over wanneer men overstapt op bijvoorbeeld de stemming, waarbij een meerderheid de beslissing kan maken. Meestal wordt hier dan een supermeerderheid van bijvoorbeeld 75 of zelfs 90% aangehouden. In deze gevallen verstoort de druk van de hiërarchische maatschappij van buitenaf dan de gelijkwaardigheid in een groep. Dat is zelden compleet te voorkomen, maar dat maakt consensus geen mislukt project. Het proces is dan alsnog waardevol, omdat het de mogelijkheid geeft voor iedereen om gehoord te worden en actief bij te dragen aan de discussie. Zelfs als de uiteindelijke beslissing via meerderheidsstemming is genomen is de kans groot dat de beslissing door meer mensen gedragen of tenminste begrepen wordt. Conclusie. Consensus is een manier om de wensen en benodigdheden van elk individu te centreren in onze beweging, terwijl stemmingen altijd één groep boven een ander stellen. Met consensus oefenen we voor vergaderingen in een wereld waar de gelijkwaardigheid van de medemens door iedereen als kernwaarde wordt gezien, en brengen we die wereld een klein beetje dichterbij. Heb je interesse in anarchisme? Zoek je een anarchistisch netwerk? Kijk dan eens op www.vrijbond.org. Zoek je linkse boeken? Kijk dan eens op shaco.nl.